Goedemiddag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van woensdag 11 juli. Vandaag trekken er wel wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor is de zon ook vaak te zien. In het oosten viel af en toe een spatje regen uit de bewolking, maar veel stelde dat niet voor. Vanavond wordt het overal droog, de temperaturen liggen dan tussen de 18 en de 20 graden en er staat een matige wind uit het noorden. Vannacht zijn er opklaringen en de minima die liggen tussen 11 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen zijn er flinke perioden met zon, maar in de loop van de dag ontstaan wel wat stapelwolken. En in het oosten en zuidoosten zou hier een enkel spatje regen uit kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De wind komt nog steeds uit het noorden en is matig. Vrijdag zijn er nog wat wolkenvelden, maar zaterdag en zondag schijnt de zon volop. Er is dan nauwelijks bewolking en de temperaturen lopen geleidelijk op. Naar 25 tot maar liefst 29 graden in het zuidoosten. De wind draait dan naar het noordoosten en is zwak tot matig. Als we naar de 15-daagse verwachting kijken, dan zien we dat die temperaturen eigenlijk nog lang blijven hangen tussen de 25 en de 30 graden. En als we naar de neerslagsverwachting kijken, zien we dat het tot en met maandag droog blijft. Vanaf dinsdag neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui wel toe, maar veel stelt het nog niet voor. Dus we kunnen voorlopig genieten van prachtig zomerweer. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.